Ja, het project heet Rivierbootstad. Het is een kunstproject die uit het Dordrecht Museum en gemeente Dordrecht ontstaan. Ik was gevraagd om een verbinding tussen het Dordrecht Museum en de Hof van Nederland te maken. Kwam ik op het idee dat ik zou een boot bouwen. En dat zou een binnenvaartsboot zijn in Chalk. Hier achter zien wij een hekchalk. Dat is in midden-19e eeuw hekchalk. Het is een soort vrachtschip, een belangrijke schip in de Nederlandse historie. Wij werken met drie bootbouwers. Die bootbouwers hebben veel ervaring met de reconstructie van historische boot. Het zijn carpenters en mensen die hebben veel ervaring met hout. En die werken samen met stagiairs vanuit de Da Vinci College. Die stagiairs zijn eigenlijk uit de interieurbouw afdeling. En hier leren ze hoe je kunnen werken met hout, met massief hout. En daarnaast hebben wij vrijwilligers. En dat zijn mensen die komen één of meerdere dagen in de week om te helpen.